De uitslagen van de Europese verkiezingen zijn bekend. Hoe is er in onze regio gestemd? En verder in het nieuws vandaag, onderzoekers gaan de strijd aan met de slechte waterkwaliteit van de Berendonck en Nijmeegse brouwers presenteren het nieuwe Vierdaagse biertje. Vorige week donderdag kon er gestemd worden voor de Europese parlementsverkiezingen. Nationaal gezien werd er het meest gestemd op GroenLinks PvdA. Maar wat werd er in onze regio het meest gestemd? Ja, ook hier in de regio werd natuurlijk gestemd. In elke gemeente is de opkomst gestegen ten opzichte van de verkiezingen in 2019. In Mokka en Middelaar kwamen de meeste mensen naar de stembus, namelijk 58,8%. Dan gaan we naar de uitslagen uit de regio. Net als nationaal gezien doen de partijen GroenLinks, Partij van de Arbeid en de PVV het goed. In Nijmegen werd zoals verwacht GroenLinks PvdA het meest gekozen. Zij zijn met 40,2% de grootste partij. Daarna volgen D66 en Volt die allebei meer stemmen kregen dan in 2019. De PVV is in Nijmegen wel iets gestegen ten opzichte van 2019, maar zij staan slechts op plek 5. Ook in Overbetuwe kreeg GroenLinks PvdA de meeste stemmen. Ondanks een daling blijven zij met 20% de PVV net voor. Wel steeg de PVV in Overbetuwe met 14%. De VVD volgt met 13% van de stemmen. In de gemeente Wijchen is de PVV het grootste met 20,3% van de stemmen. Dat terwijl ze in 2019 hier maar 3,8% van de stemmen kregen. GroenLinks PvdA daalde met 11,7% en staat op de tweede plek. Daarna volgt de VVD op de derde plek. Ook in de gemeente Beuningen is de PVV de grootste na een grote stijging. De partij steeg ten opzichte van 2019 17% en heeft dit jaar 21,2% van de stemmen. Ook hier staan GroenLinks PvdA en de VVD op plek 2 en 3. In de gemeente Bergendal kreeg GroenLinks PvdA de meeste stemmen met 26,4%, ondanks een daling van ongeveer 11%. De PVV stijgt ook hier flink, maar blijft met de VVD net achter de linkse partij. In Westmaas en Waal steeg de PVV het meeste van alle gemeenten. Met een stijging van 21% ten opzichte van 2019 blijven zij dit jaar GroenLinks PvdA en de VVD voor. De PVV is ook in de gemeente Druten het grootst. Met 22,7% staan zij in de gemeente Druten op plek 1. Ook hier volgen GroenLinks PvdA en de VVD op de tweede en derde plek. In Heumen is GroenLinks PvdA weer het grootst. Ondanks een daling ten opzichte van 2019 kregen zij de meeste stemmen. De PVV en de VVD volgen kort op elkaar met plek 2 en 3. In Mokka en Middelaar is GroenLinks PvdA duidelijk het grootst. Met 30% van de stemmen staan zij ver boven de PVV en de VVD. Bij recreatieplas De Berendonck is dit weekend een onderzoek gestart naar de waterkwaliteit van de plas. Het water staat daarom bekend erg troebel te zijn, wat vooral een doorn in het oog is voor de plaatselijke duikvereniging. Samen met de Wageningen Universiteit wordt er nu een heel jaar lang gewerkt aan de vraag waardoor de waterkwaliteit zo slecht is en wat eraan gedaan kan worden. De Berendonck is maar een klein meertje, toch gaat het om een ingewikkelde puzzel. Een ingewikkeld ecosysteem waar alles met elkaar samenhangt. Het onderzoek dat dit weekend is gestart heeft vooral als insteek om te begrijpen wat er nu aan de hand is. Om op deze manier achter de oorzaak van het troebele water te kunnen komen. Wat we vandaag aan het doen zijn, dat is onderzoek naar de troebelheid van het water. Hoe komt dat nou? Wat zijn oplossingen? En dat is in twee zinnen is dat heel snel gezegd. Het is echter een heel langzaam en traag proces om op te lossen. Vandaar dat de hulp van de Wageningen Universiteit is ingeschakeld. Nou, dit zijn de duikers die nu hier bezig zijn. Voor de duikers is het natuurlijk ontzettend veel fijner om te zien wat je doet. De duikers vinden het leuk om in de Berendonck te duiken. Ondanks dat het troebele water wel voor belemmering zorgt. Nou, het is gewoon zonde, want wat je eigenlijk naartoe gaat voor duiken is het onderwaterleven en een paar objecten bezoeken. En als je ze pas ziet, als je ze meter er vanaf bent, is het heel lastig zoeken. En vissen zijn gewoon heel lastig te vinden op deze manier überhaupt. En als je zo'n prachtig onderwaterhuis onder water hebt liggen, daar wil je gebruik van maken, dan wil je kijken wat er om je heen gebeurt. Daarom wordt er nu gedoken met het doel de waterkwaliteit in de Berendonck te verbeteren. Dit wordt onder andere gedaan door middel van lichtdoorlaatbaarheidsmetingen. Dat doe je met een sekieschijf en dan is het eigenlijk kijken van of je het verschil tussen zwart en wit nog kunt herkennen. En dan kijken we welke afstand dat niet meer lukt. En dat is dan de maat voor de doorlaatbaarheid. In duikersopleidingen is het ook een stuk veiliger als men elkaar goed kan zien. De duikers communiceren met elkaar onder water door middel van handgebaren. Ook voor de vissen die op zicht jagen is het aangenaam als het water helderder is. Dit maakt de jacht gemakkelijker. We willen op zijn minst een heel jaar rond bezig zijn in het water. Ook omdat allerlei processen, biologische processen, die zijn in de loop van het jaar, hebben die weer een andere gang van zaken.
Dus daarom ze hebben op zijn minst een heel jaar nodig om op allerlei momenten in het jaar metingen te doen. De politie heeft 3 mannen gearresteerd die een nacht lang een man hebben vastgehouden in een huis in Wijchen. De aangehouden verdachten zijn een 33-jarige man uit Turnhout, een 34-jarige man uit Wijchen en een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie doet onderzoek in het huis aan de Hoogmeer. Eerder op vrijdag werd er in een ander huis in dezelfde straat een dode persoon gevonden. Volgens de politie hebben deze 2 zaken waarschijnlijk niets met elkaar te maken. Er is een oplossing in zicht voor de geluidsoverlast in de buurt achter het voormalige overvechtterrein in Beuningen. Zodra de bouwvergunning is verleend, zal de bouw van start gaan van een nieuw pand waarin 3 winkels zich zullen vestigen. Nog daarvoor zal er als eerste worden gewerkt aan een bouw van een muur die het geluid van de snelweg moet tegenhouden. Deze muur zal nog iets hoger worden dan het voormalige overvechtpand om de geluidswerende functie te verbeteren. Welke winkels er in het nieuwe pand zullen openen is nog niet bekend. De bouw moet in het voorjaar van 2025 af zijn. Burgemeester Bruls heeft besloten beperkingen op te leggen aan de pro-Palestina-demonstraties. Demonstranten op de Radboud Universiteit mogen voortaan alleen op de parkeerplaats naast het sportcentrum demonstreren. Ook mogen zij geen tenten meer opzetten en wegblokkades bouwen, schrijft de gemeente zondagavond op haar website. Daarnaast geldt een avondklok, die geldt van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Bruls schrijft in vanwege eerdere ongeregeldheden en strafbare feiten die de afgelopen maand op de campus plaatsvonden. Daarbij werd ook de politie en ME ingezet. Wijchen is in de race voor de titel meest toegankelijke gemeente van Nederland. In 2018 won Wijchen de eerste ongehinderd testdag en sindsdien werken ze hard aan een nog toegankelijker dorp. Ze hebben kasteel Wijchen, de parkeergarage bij het station, sporthal Arcus, de bibliotheek en het huis van de gemeente, het ITS-keurmerk. Dat betekent dat het gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen, ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze zijn trots op wat ze samen hebben bereikt, maar willen ook verbeteren. Daarom wordt er ook gekeken naar andere vormen van toegankelijkheid, zoals de gemeentelijke website. En gelukkig is het momenteel niet bepaald weer om buiten te zwemmen, maar voor de zekerheid waarschuwt provincie Gelderland toch voor de aanwezigheid van blauwalgen in recreatieplas Bisonbaai in Ooi. Uit metingen van waterschap Rivierenland is gebleken dat er te hoge concentraties giftige algen zijn aangetroffen. Deze kunnen huid-, maag- of darmklachten veroorzaken. Door de wind kan er een olieachtige laag ontstaan die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om hier niet doorheen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen. Over ongeveer een maand staat Nijmegen weer vol met feestvierders. Feestvierders die graag naar de leuke optredens in de stad komen, maar ook een lekker drankje willen drinken. Sinds een aantal jaren komt elke editie een speciaal vierdaagse biertje op de markt. Het biertje van dit jaar is inmiddels gepresenteerd. Het idee voor een speciaal vierdaagse feestenbiertje is ontstaan in de coronatijd. Een samenwerking tussen Nijmeegse brouwers en de organisatie van de vierdaagse feesten zelf zorgt ervoor dat er een stijgende lijn in zit. Ja, in coronatijd, toen er geen feesten mogelijk waren, vonden wij het toch wel mooi om toch iets te kunnen doen. En is er een samenwerking gekomen met de 5 Nijmeegse brouwers en wij als vierdaagse feesten. De handen ineen geslagen om toch de feesten in ere te houden met een biertje. En dat was een vrij klein project nog. Maar ja, dat heeft een vervolg gekregen. En nu zijn we al een aantal jaren bezig met elkaar. En ieder jaar wordt het biertje steeds lekkerder. Het biertje hoort echt bij de stad en dat willen de makers ook uitstralen. Ja, heel eerlijk, wij zijn bij een van de brouwers zijn we beneden gaan zitten. Hebben we heel veel bier gebakt. En zijn we gewoon gaan nadenken over wat zou nou vet zijn om voor Nijmegen echt weer te ontwikkelen. Wat heel erg Nijmeegs is. En zo zijn we voor dit jaar echt op een eeuwenoud recept gekomen. Dat leek ons wel heel gaaf om het bekendste Nijmeegse bier, Nieuw Licht van vroeger, van de Heumse brouwerij. Om dat nieuw leven in te blazen. Nieuw Nijmeegs licht wordt het nu. Nou, het idee is in ieder geval echt Nijmeegse cultuur er weer in te brengen. Dus we hebben ook bijvoorbeeld gewerkt met een graansoort uit de buurt. Een rode emmer uit de akkers in Doornik. Dus het is ook wel echt een vrij leuk een lokaal bier. Lekker, vooral lekker lokaal bier. Het biertje is nu al in de supermarkten te verkrijgen. En is natuurlijk ook te verkrijgen tijdens de feesten zelf. Jazeker. Daar is natuurlijk uiteindelijk om te doen. Hè, dat we ook op de vierdaagse feesten met dit biertje kunnen proosten. Er zijn veel podia en pleinen, terrassen die meedoen. Niet allemaal. Maar op veel plekken is hij verkrijgbaar. Dus in de stad, tijdens de feesten, kun je hem zeker proeven. En als je niet zo lang kan wachten, dan ligt hij vanaf vandaag in de winkels.
Lekker meezingen met U2, dansen op Pink Floyd of headbangen op de muziek van Nirvana. Dat kon dit weekend allemaal op het High Voltage Festival in Bergharen. Natuurlijk waren deze grote namen er niet zelf, maar traden de coverbands van deze legendes op. En dat deden ze zeker niet onverdienstelijk. Voor het tweede jaar op een rij wordt nu High Voltage georganiseerd hier in Bergharen. Het is een festival vol met tribute bands. Onder andere Pink Floyd, The Ramones, U2 en Muse. En tussendoor is er ook een coverband met allerlei meezingliedjes die de pauzes opvult. Hoe vind je het? Leuk. Ja. En voor welke band kom jij? Die net was geweest. Ja, en waarom hou je van die muziek? Weet ik niet, ik vind het gewoon leuk dat ze hoe het ze zingen. High Voltage is een voor tribute festival wat we voor het tweede jaar organiseren. Wij zijn de stichting Rock On. Wij organiseren ook Zeeltje Rock in Deest in augustus. Dit is het tweede jaar en nou ja, zoals je kan zien, hartstikke gezellig, leuk, kleinschalig festival met 6 hartstikke goede tribute bands. We hebben de Ramones, die zijn net geweest, tribute to the Ramones. Straks komt Nirvana, dan hebben we Muse, hebben we nog Pink Floyd en U2. Speciaal voor een andere band? Nee, we komen niet speciaal voor een band. En wat vind je zo leuk aan zo'n festival? Ja, je ziet het wel, hè? Biertjes drinken. Ja. Ben je alleen gekomen of niet? Nee. Deze mensen horen allemaal bij jou. Allemaal bij jou, ja. Ja. En ik maak Hemmers. Ja, welke band kom jij voor? Pink Floyd en dan Muse. Ja, het allerleukste is om het gewoon op te bouwen en af te breken met de vrijwilligers. Het is altijd heel gezellig en het gaat altijd heel gemoedelijk. En als je dan op de dag zelf zoals dit en je ziet dan bijna allemaal generatiegenoten van mij, dus het is toch wel 55, 60 plus die dan toch een superleuke dag hebben met muziek uit de jaren al 70, 80, 90. Ja, dan ben ik trots op de sfeer en hoe ik de mensen zie genieten. We zitten alweer midden in juni, maar van de zomer is absoluut nog geen sprake. Sterker nog, vandaag leek het meer op een herfstdag. De regen van vandaag blijft vanavond nog even aanhouden en ook de wind is daarbij vrij stevig. Ook morgen houden we het niet droog. In de loop van de dag trekken er enkele buien over het land die vrij pittig kunnen zijn. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon en het wordt maximaal zo'n 15 graden. De dagen erna wordt het langzaam iets beter. Echt zomers wordt het zeker nog niet, maar de buiigheid neemt wel iets af en de temperaturen zullen ook een klein beetje omhoog gaan. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van maandag 10 juni. Kijk voor het laatste nieuws op onze website of in de gratis RN7-app. Morgen zijn we uiteraard weer bij je terug, dus graag tot dan.